We zijn hier bij de Rabobank Hockey World Cup met de legendarische hockey nummer 14, Teun de Nooier. Jeukt het al? Nee, ja, ik ben hier iedere dag geweest. En natuurlijk, hè, je hebt zo lang gehockeyd, dus ik begrijp de vraag ook. Maar bij mij was het wel zo in 2012 en dit is gewoon het laatste toernooi en uiteindelijk Olympische finale, dit is de laatste wedstrijd. En toen heb ik wel, merk ik nu, wel echt een punt achter gezet. En ja, ik kijk met ongelooflijk veel plezier naar alle wedstrijden, want ik heb heel veel gezien. Ik ben hier iedere dag geweest en ik heb niet alleen de wedstrijden van Nederland bekeken, maar ook andere zoals Engeland-Australië bijvoorbeeld of net de wedstrijd hiervoor, hè, de Argentijnen tegen Zuid-Afrika. Ja, het is erg leuk om naar al dat hockey te kijken. Wat vind je van de sfeer, van de ambiance hier op het park? Ja, volgens mij kan het bijna niet beter. Maar het zit ook allemaal lekker mee natuurlijk. Het is fantastisch weer. Het stadion zit vol. De mensen komen op het evenement af. Nederland wint alle wedstrijden. Ja, tot nog toe is het natuurlijk één groot feest. Dan nog even over de kansen van de twee Nederlandse teams, de dames en de heren. Hoe schat jij die in? Ja, heel goed. Heel hoog. Ik schat de heren in de finale tegen Australiërs. En ik denk dat die twee ploegen het ook verdienen om uiteindelijk in de finale te staan. Zeker qua spel wat ze allebei hebben laten zien. Ja, en de dames is sowieso natuurlijk absolute wereldtop de afgelopen jaren ook al. En finale plek is, lijkt mij ook daar niet meer dan normaal. Maar ik vind het flauw om te zeggen, goud is het enige wat blinkt. Dat wordt dan vaak gezegd. Dat vind ik niet helemaal eerlijk. Want ook bij de dames is ongelooflijk veel concurrentie. En zullen ze ook in de halve finale en in de finale gewoon echt het beste uit zichzelf moeten halen. Lukt dat? Grote kans op goud. En lukt dat de heren? Een hele grote kans op goud.